Het geluidshuis en Huul stellen voor... Het geval Galileo. Een hoorspel over Galileo Galilei, de uitvinder van de twijfel. Hadden we niet beter een film gemaakt, want dat is die beeldcultuur, dat is wel belangrijk. Of een game. Een boek met een luisterverhaal over een grote geest die alles in vraag durfde te stellen. Ik heb de juiste noten gebruikt. Ik heb een sol gebruikt en een mi bemol. Met veel en soms experimentele muziek. Gaan die wel tezamen in één compositie? Gefactcheckte geschiedkundige anekdotes. Nu, het probleem is wel, die mens die schreef in het Italiaans en ik kan helemaal geen Italiaans, dus ja, ik ben dan moeten... Maar natuurlijk ook grappen en absurditeiten. Gaan ze zo begrijpen sowieso? Gaan ze de zin van de onzin kunnen onderscheiden? Het boek werd geïllustreerd met respect voor het tijdperk. Ik vraag me wel af of ik wel echt genoeg heb geëxperimenteerd in dit boek. Want ik kan wel die inkt gebruiken, maar ik had misschien beter ook druktechnieken gebruikt. Of had ik zelf meer naar Caravaggio moeten kijken, die prachtig werk met clair-obscuur. Mij in een donkere ruimte gezet en dan met kaarslicht tekenen. Klaar om een hele generatie nieuwsgierige jongeren aan het denken te zetten. Hadden wij niet beter een gezelschapsspel gemaakt, zeg? Of een puzzel. Een puzzel, ja. Zeg, in dat hoorspel als dat een succes wordt. En iedereen begint voor zichzelf te denken. Wat gaat dat geven? Is dat wel verantwoord? Met de stemmen van onder andere Ella Leijers en Tom Vermeer. Ja, ik moet zeggen, ik had zo wat mijn twijfels. Allee, omdat, ja, ik zal het uitleggen. Ik speel eigenlijk in Italiaanse en we hebben... ik heb beslist om dat met een Frans accent te doen. En ik weet gewoon niet goed of ik de juiste keuze heb gemaakt. En ook omdat ik dus twee rollen heb, heb ik die stemmetjes wel anders genoeg gedaan. Snap je, gaat het klinken alsof ik twee verschillende mensen ben? Of klinkt het alsof dat ik gewoon een gespleten persoonlijkheid heb? En voor mij lag de twijfel er vooral in dat ik eigenlijk geen twijfel heb. En of ik dan eigenlijk wel genoeg twijfel aan mezelf om Galileo Galilei te kunnen spelen. Ja, wat doe ik dan tussen al die twijfelaars? Als ik dan, vond jij mij niet goed dan? Ik vond het heel goed, tuurlijk. Ja. Het geval Galileo, een niet te missen boek met hoorspel, waarvan je je enkel zal afvragen of het nu eigenlijk geweldig is of formidabel. Vanaf 12 mei, zonder twijfel, verkrijgbaar in de boekhandel, de Geluidshuis-app en op geluidshuis.be. Een zoeker zoekt in alle boeken. En bekijk dat dan van andere hoeken. Een zoeker stopt niet bij wat bestaat. Hij zoekt uit hoe het verder gaat. Een drukker drukt wat zoekers vinden. Een D. Hij kan stapels kennis bij elkaar binden. En drukt een drukker iets ondanks censuur. Eindig een boek en drukker in het vuur. Een zoeker zoekt. Een drukker drukt. En een groot hertogin beslist wanneer het stopt. En dat is nu.